van harte welkom bij die prachtige 8e editie van de Hulst Baleitren. Niet alleen met mijzelf, de Mathieu Warnes, maar we hebben onze co-piloot vanavond bijgenomen. En dat is Marco van Avermaat, Marco. Ja, dankjewel. En we gaan hier dus om 7:30 van start met 900 lopers. En daarna 2 minuten later volgen er 600 wandelaars. Dat is me wat, hè. Marco, voor jou de eerste keer, voor mij zo'n beetje de 8e keer dat we mee mogen maken hier vanavond. En we hebben Omroep Hulst hier ook bij ons staan. Die gaat een hele mooie rapportage maken vanavond bij deze feestelijke 8e editie met een heel spectaculair startmoment vanavond, Marco. Want we gaan in de laser starten. Zo, dat is mooi. En de route is natuurlijk ook verlicht. Er zijn prachtige dingen onderweg. De molen is al een museumstuk op zich, zou ik bijna zeggen. Het is fantastisch. 1500 man, één lang lint aan prachtige kleuren en licht. En het wordt gewoon één groot feest, die 8e editie van de Hulst Baleitren. Uit voorbij komen de brandweer en allemaal voor die prachtige lichtjes. Ja, en zo hebben we de meeste wandelaars hier zometeen straks ook klaarstaan. We gaan over natuurlijk naar die start en die gaan we straks ook wel meemaken. Maar de hardlopers zijn nog aan het vertrekken. Wat zijn het er een boel? Maar liefst 900 deelnemers. En genieten vanavond van een heel mooi verlicht Hulst. Hier in Hulst met die 5,4 kilometer. Hij had gewoon door wat hij vorig jaar gebleven is. Ja, tweemaal achter elkaar onze Brian de Reuzenboom.
leukste plekje. De Wallen. De Wallen, de Molen. De Molen. Die was fantastisch. Ja, ik zou... De Lezer. De Lezer. Mooi, hè? Nou, geniet van jullie finish momentje. We gaan even... U wilde ook nog wat zeggen. Kijk even in de camera, dan zien de mensen hier. Ik vind ook complimenten aan de tractor. Die waren leuk, hè? Voor het eerst dit jaar erbij. Nou, ik hoop dat het een blijvertje wordt. Wij ook. Nou, wij ook. Hartstikke goed. Zeggen, het was fantastisch. Ik heb onderweg niks gezien, maar jullie zijn onderweg geweest. Hoe was het onderweg? Nou, geweldig. We zijn naar de Keldermaspoort gegaan. Daar was het prachtig zicht. Van boven liepen de mensen, beneden liepen mensen. We zagen de tractoren toen we naar de molen gingen. Het was in één woord geweldig. Het was mooi. De ballonnen waren erbij. Zelfs de bierkaai was super verlicht. Het was niet te tellen. En natuurlijk die tractoren. Hè. Dat was toch wel de verrassing van de achtste Hulsbo Lightrun. Ja, ja, het was geweldig. Het zag er prachtig uit. Het was zo'n mooi gezicht. En ja, met zoveel deelnemers die allemaal genoten hebben. Ook van het prachtige weer. Het was top. Stop, hè. Marco, jouw eerste was het? Het was mijn eerste, maar ik hoop niet mijn laatste. Nou, dat gaan we zeker onthouden. En Ingrid, ja, ik zie een grote smile naast me. Zeker, ik ben altijd heel erg bezorgd. Zo van, als iedereen maar heen over die finish komt, dat is mijn grootste zorg. En ik heb niks van de HBO gehoord, dus ik ga ervan uit dat het gewoon allemaal goed is gegaan. En inderdaad, al die lachende gezichten. Ook weer goed weer, dan denk ik, oh, Huls verdient toch wel dit. Hè? Fantastisch. Mooi, hè? Goed, dan willen we graag alle vrijwilligers die achter de schermen hard gewerkt hebben om dit evenement weer uit de grond te stampen, van harte bedanken. En dan willen we afsluiten met de woorden, we zien jullie graag terug in 2025 op 17 januari 2020 voor de 2025 voor de 9e Hulsbo Lightrun. Allemaal bedankt, tot volgend jaar. En jullie waren fantastisch, dank jullie wel!